de eerste vraag wat eigenlijk de meesten wel willen weten. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Bij de bron vroeger. Heb ik net verteld. Hè. Daar kon je, was dansgelegenheid. En dan zaten die dames, die zaten allemaal op een stoel rondom. En dan kon je zo doen. Kon je knikken. Nou, dan heb ik haar geknikt. Ik had eigenlijk verkering met een andere dame. Maar die was jong. Hoe hebt u het ontvangen? Hoe hebt u hem ontmoet? Ook op de dansvloer daar. Gewoon. In welk jaar zijn jullie getrouwd? 55. Ja. Ja. Hoe was jullie bruiloft bij IJsink? Ja. Waarom jullie gegeven? Dat is belangrijk. Ja, er waren dus zo'n beetje 130 mensen, denk ik, zo ongeveer. Baby dan? Nou, die kostte toen 1300 euro. Gulden. 1300. Ja. Geld? Ja, was er toen een hoop geld van ons, ja. Het was een Twentse bruiloft. Mensen brachten ook een envelopje mee. Ja, dat ja. Wel, maar dat weet je wel in die tijd, hè. Ja. Veel gedanst. Ja, we hebben veel gedanst, ja. Heel veel. We dansen altijd heel veel, ja. Ja, ja, je had helemaal een bandje. De hele dag te zitten, dus... Nou, de burgemeester is hier. Hoe vinden jullie dat hij hier is geweest? Is hij ook al vaker geweest, of...? Nee. Eén keer eerder. Natuurlijk, met 60. Dat was deze, jij niet. Oh, dat bedoel je niet. Een burgemeester. Oh, nee, dat was een hele oude. Maar hoe vinden jullie dat hij er is? Prima. Dat vind ik wel leuk. Ja? Ja. Goh, dat kun je wel horen, maar hij kletst de hele tijd. Nou, ondanks de coronatijden is het helaas kan het feest niet zo groot. Maar hebben jullie het alsnog wel gevierd, de 65 jaar? Was, ja, in Buurzen bij Menkelman. Dat was heel leuk. Ja, we waren met we zouden dan met 21 man zijn. En 4 waren eraf, die kwamen ziek. Die waren er niet, dus we waren met 18 man. Nou, en dan zijn we dan, in het laatst zijn we dan met de hele groep. Nog, het heeft goed gekomen. Met kinderen en kleinkinderen en broers en zussen. Ja, ik de vrouw nog in op de knie gaat voor de foto. Nou, mooi.